Hey mensen, je kijkt naar Spooky 16 en welkom bij een nieuwe livestream. How are you guys doing? How's it going? Het is tijd om vandaag weer los te gaan met een nieuwe game. Vandaag is het namelijk tijd om met Xbox Game Pass weer bezig te gaan. Xbox Game Pass geeft je toegang natuurlijk tot heel veel verschillende games. Gewoon tijdens je subscriptie. Die je dan allemaal uit kan spelen. En dan ben je nog goedkoper uit ook nog. En we begonnen met Dead Island 2 laatst. Wat heel erg cool is. Al dan niet heel gory. Waardoor ik meteen allemaal copyright claims heb gehad. Verdikken me weer daarmee. Maar waar bijvoorbeeld ook Microsoft Flight Simulator meteen op komt. Call of Duty kwam er meteen op natuurlijk. Black Ops 6. En nu hebben ze de Spyro Trilogy hebben ze er ook weer op gezet. Goat Simulator Remastered. Komt ook bijvoorbeeld Indiana Jones uit meteen op launch. Ga ik gewoon door de rest van de library even heen kijken wat er allemaal beschikbaar is. En dan zie je nog een aantal grappige dingetjes ertussen staan. En dat is nou precies, maar dan ook precies waar wij dus naar gaan kijken. This is exactly what we gonna do. Ik was even wat aan het instellen, though. En die instelling werkt niet. Dat vind ik jammer. Dat vind ik heel erg jammer, want ik had dat zo leuk ingesteld allemaal. Maar dan wil dat weer eens niet werken. En dat komt mogelijk door een klein elementje wat ik hier even moet vinden. Even kijken. En dan ga ik de game in. Als ik nog even kan kijken hoe ik dit kan fixen zodat dat stabiel is. Laten we ook hopen vandaag dat het internet stabiel is. 2 dagen achter elkaar kon ik niet multistreamen. Dat vond ik ook echt even een beetje naar. Daar kreeg ik een beetje nare feelings van. Ik hoop dat we vandaag daar wat beter mee af zijn. Want dat was gisteren echt niet normaal. Ik kon bijna niet eens 1 stream runnen, terwijl ik normaal 4 stream runt. Dus mochten we een hater hebben, laten we hopen dat ik denk dat ik het al zie. Ik denk dat ik al zie wat er fout gaat. Alright. Even kijken. Niet met de stream hoor. Qua met bitrate. Maar met andere integraties die ik allemaal een beetje aan het instellen ben. Want ik ben natuurlijk ook bezig met de nieuwe audio testen. Laten we hopen dat dat ook allemaal een beetje werkt. De audio. En dat het ook blijft werken. Want mijn god. Wat is dit een vette manier om de audio door te sturen naar mijn streaming PC. Dat is echt de coolest shit ever. Ik denk dat ik dit moet doen. Oh nee, wacht. Oké. Dan gaan we eventjes hier naartoe. Dan gaan we even daar naartoe. Dit zou moeten kloppen, though. Maar de status is disconnected. Wat doe ik hier fout? Even dubbel checken. Oké, ik ga dit proberen. Dat is zo raar. Ik had iets zo nice ingesteld, maar ik krijg geen connectie. Dat is zo jammer. What we no want to connect, broskies. Techniek, wil je echt. Ugh. Met de techniek, dat is echt soms verschrikkelijk. Maar dit is wel een beetje jammer dat dit nu niet wil connecten. Nadat je dat dan helemaal goed hebt ingesteld en dan werkt het de hele tijd. En dan op een gegeven moment, dan stopt het met werk.
Leuk is dat, hè? Is altijd the best thing ever. Even kijken. Als ik dit opnieuw doe. Als het niet werkt, dat maakt niet zoveel uit. Maar ik had het even kunnen proberen. Nee, dat werkt niet. Oké. Okay. Dan kunnen we nog één dingetje proberen. Dat ga ik nu ook even doen. Even snel nog hierboven checken. Hoe doen we dit ook alweer? Oh ja, ik weet het weer. En als dat niet werkt, dan ga ik echt beginnen met de game. Want... Ik heb geen zin om anders zo lang te wachten. Wat is het nou specifiek? Oké, dat. Nee, maar... Lukt het at the moment niet. Ik dacht dat we dat wel makkelijk konden instellen, maar dan ga ik dat even na de stream allemaal bekijken. For some reason lukt dat niet. Alright. So be it voor dat dan. Let's play a video game. Let's do this. Dit is Xbox Game Pass. Once again, super vet. Ah, kreeg hem er niet uit. Dit is once again super vet. Je kan zoveel verschillende games spelen. Ik hoef het niet eens te laten zien hoor. Dit is gewoon omdat ik het super vet vind. Zelfs EA Play games kan je spelen met Game Pass. Je hebt allemaal sandbox games. Je kan zelfs gewoon een surprise mee doen. Je hebt meteen toegang tot gewoon videogames. Videogames galore. En ik zag een spelletje ertussen die ik al een tijdje wou spelen. Ik heb hem al alleen heel lang uitgesteld. Hij komt uit 2018 en het is Donut County. En dat is zo'n ridiculous spelletje. En zo nu en dan doe ik wel een stream waar het spelletje ridiculous is. En ik heb geen idee wat ik kan verwachten. Behalve dat je een gat bent. En Annapurna heeft het uitgebracht. En Annapurna is altijd fantastisch. Dus ja, Tim staat wel heel hard. Hij staat echt super hard. Hele goede avond, Loren. Een hele goede avond. Mijn all-in-one chat plugin die werkt niet. Dus ik moet alle chats moet ik even apart doen. Dat is irritant, maar ik zal het even doen. Dankjewel voor het massale liken op TikTok. Ik zie je spam. Maar for some reason, nu ik hem uitklap, zie ik het niet. Nou, dan doen we wel zo. Dan doen we wel zo. We moeten even het geluid zachter zetten. Ben Esposito heeft dit gemaakt. In zijn eentje waarschijnlijk. Zo! Goedemorgen. Ik denk dat ik hem op 1 moet zetten. Dan is hij oké voor mij. Voor jullie? Ja. Voor jullie ook. Holy moly. Change the language. Maar ik verander helemaal niet de language. Ja, dit is oké. Even kijken hoor. Daar moeten we naartoe. Zo. Dat even uit. Hè. Zo. Nou. Let's do this. Ik speel met een controle, want ik dacht dat is wel slim. Maar ik zie nu dat dit met een hele moeilijke cursor is. Dus misschien is dit slimmer met een muis. Maar ja. Ik zit op dit moment met een controller. Het is tijd voor Mira's House. En Mira's House, moeten we wat doen? Oh, ik kan bewegen. Oké, we gaan dit mogelijk gewoon met de muis doen. Dat is makkelijker. Kijk, dan ben ik hier. Ben Esposito presents. Oh, droog. Mira, wanneer kom je naar werk? Ik verveel me.
Je kan replyen of hierop drukken. Wat is dit? Dit is een eend. Bruh. Waarom kan ik dat... What the heck? Die doet het terug. Eenden praat. Oké, nou ja. Quiet BK. Stil wezen. Wat is het doel van dit spel? Dat weet ik nog niet. We spelen het. We zijn begonnen. I'm dead. I've died. Huh? Me? Please have some respect. Ik ben dood gegaan. Lol, waarom ben je dood? Quack. The honking man woke me up again. Waar gaat dit over? At the honk of dawn. Honking, unbelievable. Don't worry. Ik ga je revancheren. Damn, dikke revenge. Be careful, dude. This guy really honks. Het gaat over een honker. Maar wie is de honker? Kom naar de donut shop en stop feeding your dog bread. Oh ja, honden eten daar brood. Maar waarom? Hij heeft brood nodig om te leven. Hij is een certified loaf. Haha, wordt grap. Oké, I'm leaving in 5 minutes. Bye. What the heck is happening? Ik kan de donut pakken. Oh. Damn. Hey, daar staat een eend. Yo, what up? Ja, dus dit is Donut County. Ik weet dat we een gat zijn. En met dat gat kunnen we... Oh. 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 Wij zijn een soort stofzuiger of zo. Wij kunnen alles in het gat gooien. En dan wordt het gat rustig aan steeds groter. Zie je dat? Hij wordt steeds een stukje groter. Komt er kan steeds meer in. Kan ik ook die eend in dat gat gooien? Nee, ik ben niet groot genoeg. Maar ik kan wel de tennisbal erin doen. Waarom begint hij te rijden? Nu kunnen die er ook in. Wow. Oh, hij kan erin, toch? Weet je hoe satisfying dat is om dat te doen? Ik weet niet waarom dat zo satisfying is. Maar als dat een beetje hetgeen is wat ik moet doen, dan I'm all in for it. Voor het eerst dat ik je live kan kijken. Normaal kan ik je live altijd terugkijken. Astrobot, zo leuk om te zien. Ah, oh, de volledige Astrobot playthrough, fantastisch. Wil je trouwens de beste kwaliteit playthroughs van alle livestreams die van een week geleden zijn of meer? Dan kan je altijd naar 16L-Vots gaan. Dat is youtube.com/16LVods. Die zijn in nog hogere kwaliteit dan het archief wat op Spooky16L of normale YouTube komt te staan. Die neem ik op in echt de allerhoogste quality. En een livestream is natuurlijk nooit in de allerhoogste quality. En in de video on demand, oftewel een beetje hetzelfde, gewoon alles wat bij de livestream is gebeurd, daar hebben we een aparte YouTube channel voor. Staat ook heel makkelijk bij de linkjes op mijn Spooky16L YouTube. Je hebt zo'n linkje lijst wanneer je op mijn main YouTube pagina bent. Daar staat 16L Vods bovenaan. En anders bij welke social media dan ook, link in bio. Of op Twitch kan je in de chat uitroepteken Vods doen om naar het linkje te gaan. That's the best way to watch everything back. Om alles terug te kijken. The honking stopped. Did you actually just do something to the honking man? Oh, the honking man was het eentje. Waarom ben ik zo dat ik dit wil spammen? Als je met mij zou chatten, dan is het alleen maar honk, honk, honk. Don't worry about him. Oké, dat zal ik niet doen. I just delivered him a donut. Ben ik dan de donut omdat ik een gat in de grond ben? It distracted him. Hey, guess what? Nu zien we trouwens waar we mee aan het teksten zijn. Ik dacht dus dat gewoon een leuke avatar is. Dat sommige mensen wel eens diertjes als avatar doen. Maar wij teksten letterlijk met een raccoon. Hij is level 9 nu. Hij heeft ook Trash King op zijn muur.
Waarom praat het mens met een raccoon? Wow, Kiel. You don't get it, Mira. At level 10, I earned my quadcopter. Alright, sick. Congrats. We're gonna buzz around like kings. Okay, see you soon, BK. What the heck is happening? 6 weken later. Hallo, WNK Bouletto. Hoe gaat het ermee? 999 feet onder Donut County. Wat? Waarom zitten ze zo diep in de grond? Hey, Mira, how? Oh, dat is de quadcopter. How could you smash my quadcopter? Het is mislukt. Hij is kapot. Who cares about your stupid quadcopter? Wat maakt dat nou uit? How could you destroy the entire town? Damn. Nou, massive sinkhole in de grond. Oh, dat vind ik zo eng, hè? Ken je van die sinkholes? Van die video's? Dat ineens bijvoorbeeld de hele weg helemaal inzakt. En dat er een mega groot gat komt. Maar ja, de hele stad is dus destroyed. Daarom zitten we ineens 999 feet onder Donut County. Iedereen aan het kampvuur. Dat is niet goed gegaan. Ik heb helemaal niks destroyed, wordt er gezegd. Want ik ben aardig. Oh my god, what? You used that stupid app to open up holes all over town. Oh! Hun app op hun telefoon zorgt voor die gaten. Als een soort spelletje. Dus het spelletje gebeurt in real life. Ze zijn aan het gamen op hun mobiel, maar het spelletje gebeurt in real life. En nu zitten ze allemaal ondergronds vast. Alles ziet er prima uit, zegt PK. Behalve mijn quadcopter. I am the victim. Damn. Will someone back me up here? Waarop Coco... Coco ziet er cool uit. Die heeft van die mittens handschoenen. Potter, die zegt... BK, it's obvious that you did it. I got swallowed by a hole right after I ordered the donut from your shop. Wat een backstory. Ik had niet verwacht dat er een hele story om zou zijn. What does that have to do? With Mira smashing me. Och jezus, Mina, die guy is gewoon alleen maar ontevreden. Want ja, zijn drone is kapot. Potter, what happened to your son? Wat is er met je zoon gebeurd? Oh, pup. My sweet pup and boy. Is hij dood? He must still be up there somewhere. Oh, hij is niet gevallen in het gat. Nou ja, respect voor hem. Left click to deploy a hole. What the heck? Dit is Potter's Rock. Die zit dus nog boven. Die is hier nog boven. Ja, hij is daar bezig. Oh my god. Dus dan moeten we beginnen met kleine dingen erin doen. Want dit past nog niet, zoals je ziet. Dat past nog niet in ons gat. Oh, nee, weg. Dus dan wil je... Ga erin. Dan wil je die erin. Dan zijn we groot genoeg om die erin te doen. Ook handig voor het leren van... Kom. Ja! Van kinderen. Hoppa! Leren hoe groot iets is. Ah! Excuses. Maar leek het handig dat we dat mokje eerst zouden doen. Dan dat ding. Die kan er ook wel in. En dan die. Boom. Did it. Nailed it. Huh? Oké. Kijk, daar heb je dat pupperkind. Alhoewel, er zijn nog meerdere van die puppers. Dus als Potter de enige is die door het gat is ingeslikt. Wat droog. Ik wil daar naartoe. Maar dat mag niet, zo te zien. Past die er al in? Hij past erin. Past die er al in? Hij past erin. Ze worden bang van het gat. Hij heet Potter. En wat doet hij? Hij doet pottery. Zo noemen ze dat in het Engels. Pottery, hè? Hoe noemen ze dat ook weer in het Nederlands? Het lijkt me nog altijd heel leuk om een keer te doen. Maar ik ben er al een beetje bang voor. Dat het iets heel anders wordt dan een mooi schaaltje of zo.
Ja, daar ging hij. Oh my. Oh shit! I'm breaking it. Zo droog. Oh, maar dat is wel heel satisfying. Oh, als mijn gat zo meteen heel groot wordt. Dat klinkt ook wel een beetje raar natuurlijk. Maar als die zo meteen heel groot wordt en je kan dat allemaal. Kan dat niet uit balans brengen. Wow. Kan dat ding er al in? Nee. Jawel! Wow. Ik ga echt een groot gat worden zo. Kijk, 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 kijk. I'm huge. Kom erin. Goed zo. Dat is zo satisfying. Dat is zo cool. Alleen, hij wil vertrekken, denk ik. Dat is wel handig om daarin te zitten, want ik kan er niet bij. Ik ben maar een gat in de grond. Oh! Zo! Goeiedag. Oh my god, gaan we hele rotsen weghalen? We gaan hele zwembaden en rotsen. Wow, yo. Ik had niet verwacht dat we dat ook erin konden doen. Oh my god, we zijn zo groot aan het worden. Dit is een soort Katamari, maar anders, zeg maar. En oh nee, niet dat hele ding ook. Die. Dan die. Oh, hij wordt zo groot. Kunnen we die er eerder in doen? Even koepelen. Ja, weg je huis. Dat is wat er gebeurt. Je hele huis verdwijnt. Great delivery. Oh, wow. Dat is inderdaad die XP. Je hebt een Trashopedia. Wat je allemaal hebt gegooid, dat krijg je in een soort Pokédex. Ja. Yeah. Ook echt. Potter's huis. Ik heb gewoon zijn huis. Maar dat is wel zo. Als alles nou de grond inzakt. En je vindt het in de grond. Nou ja, dan leef je gewoon ergens anders. Ben je alleen verhuisd. Het is niet have a garbage day. Nou, dankjewel. Het is niet dat het dan meer een probleem wordt. Alhoewel, als het natuurlijk valt, kan het wel stuk gaan. En ja, zo'n half huis. Lijkt me ook wel weer een beetje koud, donker, oudbollig. Ik wou alleen Pup surprise met een donut. Dus het lijkt wel alsof iedereen die een donut eet, die krijgt last van het gatenmonster. Now he is floating away, a lone pup. Ah, BK, die gaat het weer over de quadcopter hebben. No, he's not. If you got swallowed first, how do you know pup is in the balloon? This story is full of holes. Bruh. Dit verhaal zit vol gaten. Your brain is full of holes, zegt Mira. Damn. And so is the entire town thanks to you. Just doing my job. Wait, I mean, not true. I'm innocent. Oké. Duidelijk. Ja, die pup die zat in een hot air balloon. I saw a hot air balloon float by my ranger station. You saw pup? Which way was he heading? Waar ging hij naartoe? Ja, dat weet ik niet. I got distracted. I had just ordered a donut. Oh. Waarop BK zegt, nice. Deze raccoon wil de wereld kapot maken. Je moet deze raccoon nooit aan de macht laten gaan. Ook niet als in Nederland zometeen weer het kabinet is opgestapt. Nooit deze raccoon aan de macht laten gaan. Hij wil de wereld kapot maken. Ik word honger als ik zenuwachtig word. Zenuwachtig over wat? Nou, geloof het of niet? Slangen. Slangen! Nou, dan gaan we terug in de tijd weer. Naar de Ranger Station. Helen werd zenuwachtig. Ging ze dan wat donuts eten? Er zijn slangen. Oh ja, er zijn allemaal slangen hier, oh. Dat is zo droog. Dat is heel droog. Ik heb een slang wakker gemaakt. Heeft het voordelen of nadelen om een slang wakker te maken?
Jezus, ik schrok me dood, maar het was een slang. Doei. Val. Hij wordt niet wakker. Deze wordt niet wakker. Oh, die zit er bovenop. Kan ik deze al erin? Ja, twee slangen. Doei. Dat is zo zielig voor die slangen. Maar vallen die slangen dan ook niet naar waar al die mensen nu zijn? Gezellig, heb je straks vliegende slangen. Yo, deze is donker. Ach, dat kippetje, dat laat veren achter. Kan je mij dat veertje geven? Word ik daar ook groter van? Nee, dat valt mee. Oh, what the fuck? Snake danger. Die donkere slang die... Ah! Physics. De snake danger wordt alleen maar groter. Hoe meer we hier doen. Physics. Mijn gat is ineens... Oh, ik kon daar op een knop drukken trouwens. Snake danger is bijna... Is maximaal. En nu heb ik op de knoppen gedrukt. Uh-oh. What the fuck? Er zaten allemaal slangen in de snake danger pit. But why? Kom hier. Kippen mogen er ook bij. Kippen en slangen tegelijk. What the fuck? Dat was glitchy. Dat was echt een flinke glitch. Zo de ju. Hier, pakken die even, pakken die even, pakken die. Oh my god, wordt meteen zo'n unit van een gat. Het is wel een beetje gek hoor, om te zeggen dat je een groot gat wordt. Maar doei. Dan staat er ook gewoon great delivery. Bijna de quadcopter. Duurt wel lang. Chicken. It's one thing to own a chicken, maar twee chickens? That's two things. Precies. A large mug for dirt lovers. Dat is eigenlijk wat een emmer is. You're always on the wrong side of the fence. Een chicken coop. Gloves for your car. Een band. Een wood jail for freaks. Een megafoon is een plastic bird that scares you. Wat een logische onderschrijving voor dat soort voorwerpen. Een snake is een levende spaghetti. Een koele slang is een levende spaghetti met the ability to hate. En een chicken swing, if your chicken doesn't have a swing, wow. Hanging sign, no one knows what it says. Big red button, only monsters don't press the button. Wat doet het knopje? The snake sign tells you what temperature the snakes are. Snakes go to die here in a snake cage. En een watertoren, it's shaped to look like a big bird. Oh ja, ik zie het. Cool. Have a garbage day. Het ziet er zo vrolijk uit, maar ik vind de message niet zo cool. Wat een spelletje. Daar zijn we weer bij het kampvuur. 999 feet onder de grond. Dat kan volgens mij niet eens in real life. Sounds like you should be thanking me for solving your snake problem. Wacht. Dus het was jij die de gaten opende? Wat? Nee. Ik zeg het gewoon. Wie het ook maar hebt gedaan. Dat was een goed plan. Dat is waarschijnlijk een hele coole en fijne kikker. Heeft iemand Pup gezien? Ja, ik zag Pup. Met mijn telescoop. Je bedoelt mijn telescoop? Zegt Pepper. Dat is waar ik zei, met mijn telescoop. Waar zag je hem dan? Nou, ik en Pepper waren weer ruzie aan het maken. Dus ik had mijn trailer verplaatst naar Mint River. He took a liking to this bird. Huh? Yep, a bird made for liking. I was admiring this bird. Till I was hit with a hunger. So I ordered a donut by way of this Donut County app. Then the hole came. Yo, what up, Rico? How you doing? Ik ben gaten aan het maken, dus gaat goed.
ben een gatenmeneer. Ja. Dit hondje heeft wel zin in vis, maar sorry, doggo. Ja, toen was de vis weg. Hij blijft wel springen. Kom maar. Ik vind het ook grappig dat je de raccoon ziet op zijn tablet, op zijn mobiel. Oh wow, ik kan het opvullen met water. Maar dat is niet slim. Hoe krijg ik het water eruit? Want nu blijft alles drijf. Zie je, nu gaat dat er weer. Oh, die kan drinken. Oké, die kan water drinken. Die, ja. Got it. We willen dus geen water erin. Maar je moet wel oversteken. Dus dan moet je uiteindelijk het water laten drinken daar, I guess. Dat wordt best wel pittig, namelijk. Maar kijk, als dit nou nu drijft, ja, dan heeft dat niet echt nut, hè, natuurlijk. Dan moet je weer daar naartoe gaan om hem te leeg. Oh! Hij kon er net in. Oh, maar we kunnen dat water gewoon letterlijk legen, waardoor er geen water meer ligt. Oh. Nou, die vogel die mag. Die gaat flink last krijgen, denk ik. Oh, daar zaten visjes in. Die gaat flink last krijgen van zijn blaas. Ongelooflijk. We hebben hierachter nog. Oh. Er vloog iets heel ver. Die persoon vloog er al in. Yep! Wat mis ik nu? De bird zelf. Ja, dat was zijn telescoop. Hij zag de ballon overvliegen. We zijn nog altijd op zoek naar Pupper. Maar met de telescoop. Slim. Have a garbage day. Pling. 999 feet. Hoeveel is dat? Ik ga even kijken. 999 feet to kilometer. Dat is 0,3 kilometer? Oh, dat is gewoon 0,30 kilometer. Dat valt nog wel mee. Never mind. Ik dacht dat het echt kilometers was. Ik denk, nou, dat kan niet. Dat is naar de aardkorst on-freaking mogelijk. Ja, gewoon onmogelijk. Maar zo ver is het dus ook weer niet naar beneden. Alhoewel, dus 300 meter is dat toch? 0,3 kilometer? Wow, so are you saying you're like in love with a bird? Ja. Is that legal? BK, it's not about the bird. It is about the bird, zegt Pepper. Mira, it is about the bird. You're hopeless, dude. Hey. Er zit iemand in dat tentje. Er zit iemand in dat tentje erachter. Iedereen die heeft vraagtekens erover. Hopeless, we're all hopeless now, zegt Coyote. Coyote? I thought you moved away to the desert. I did. BK must be targeting folks who are down on their luck. Coyote, you're the original owner of the Donut County Donut Shop, right? Ah, hij is de eerste die de donutwinkel had. Maar toen failliet. When the raccoons moved into town, I sold the raccoons the shop and moved out to the desert. Hij is degene die hem dus heeft verkocht, de winkel. Oh no, I'm sorry, Coyote. Kan niet geholpen worden. Coyote's life is like a sad country tune. I made a modest living selling vegetables. What the heck? Dat is zo droog. Oh ja, hij verkoopt corn. It's corn! Yes, the juice. Oh my god, what the heck? Hoe die mij ook aankijkt. Wat mogen we allemaal in ons schaartje doen? Dat is heel erg satisfying, dit. Oh, kom maar.
Korn, korn. Oh, wow! Meteen korn op het vuur gooien? Shit, man. Heb ik hem nu ook gefrituurd? Oh, nice. Wat? Ik ben popcorn aan het maken. Hey! Die stelen? Ik ben freaking popcorn aan het maken. Een kampvuur heb ik ingeslikt. Ik heb... Ja hoor. Hallo? Ligt die nou... Volgens mij ligt die letterlijk... Ja, hij ligt letterlijk op de muur. Oh my god. Gaan we dat hele paaltje... Holy moly. Gaan we die hele advertentiebord naar beneden doen? No way. Hallo, Coyote. Doei. Nee, we gaan dat niet doen. Damn. Ik had gehoopt dat ik dat reclamebord helemaal zou kunnen yeeten naar beneden. Maar dat mocht niet. Corn cob. Why waste a good cart on anything besides hot dogs? Mesa. Rocks were given to us by aliens. Milk crate. This is probably the worst place to pour milk into. Camping soup bowl. Try washing yourself with soup. You might feel good. A camping tent. Fake house that's easy to steal from. Popcorn. Corn that was punished. Oef. Dat is eigenlijk wel de waarheid. Dat is wel een beetje wat popcorn is. 999 feet below Donut County. Anyway, that's my sad story. BK, don't you have something to say to Coyote? Yeah, vegetables stink. Lol. I mean, like an apology. Yeah, zeg gewoon sorry. Zeg gewoon sorry. I'm sorry you think vegetables taste good. Oh, bro. Maybe they do stink. I suppose my sweet tooth was feeling lonesome and that's why I ordered a donut from y'all. See, Mira? Why should I apologize for delivering this pathetic vegetable-eating coyote a donut? You wrecked his business twice. Ja, die DK is niet zo slim, die raccoon. Maar dat is wel de slechterik van het verhaal. And stop saying you deliver donuts. What exactly do you think donuts are? Roma zegt... Ja, wie zou het zeggen? Exactly, you can say. Roma gets it. What is a donut without a hole? Wow, wat is een donut zonder gat? Ja. Dat is een goede vraag. A donut without a hole is still a donut. Yeah, like jelly donuts, long johns, fritters. Donut holes. Wait, donut holes don't have holes. They don't have holes. They are the hole. Whoa, that's pretty deep. Dit hele verhaal gaat over het gat in een donut. Nicky, Roma, jullie zijn zojuist hier... verhuisd, toch? Naar Hopper Springs. We moved out for our retirement to watch the bunnies. Bunnies at heart. Oh, moet ik bunnies de grond in yeeten? Ze zijn 40 jaar getrouwd. En hebben jullie ook een donut gekocht? Roma heeft een nieuwe telefoon, dus we hebben donuts georderd via het internet. Ja, en als je donuts ordert via het internet, dan komen de donuts. Oh mijn god. Daar zijn ze. Dan komen de donuts. Dankjewel voor je nieuwe telefoon. Je ziet DK alweer tappen op zijn telefoon linksboven. Oh my god. Moet ik al deze dingetjes erin doen? Maar even serieus. Ik zie Bambi's en dergelijke. Moet ik hun hele huis zo meteen opslokken? Daar lijkt het wel op. Hallo? Ik heb een groot probleem hier. Dit wilde niet in.
Bro. Wat moet ik nou doen? Oh. Eet. Eet, please. Eet meer. Uh-oh. Wat moet ik nou doen? Het zit vast. Huh. Oké. Misschien is er nog ergens anders een manier. Lijkt er niet op. We hebben hier een groot probleem. Kon die er maar van eten zo? Maar dat kan hij niet. Dus we hebben een big problem. Nou ja. Restart level maar. Tja. Ik zat gewoon vast. Bizar. Oké, dus niet die dingen die in de grond zit. Ik had dat ding dat in de grond zat, had ik. Maar mijn gat was nog te klein. Dus dan gaan we een keer niet voor die. Dan zorgen we er eerst voor dat we iets groter zijn, man. Man, had niet verwacht dat je ook zou kunnen falen, zeg maar. Maar ik heb hier niks meer. Dus misschien was dat wel gewoon het plan. Om die erin te doen. Maar hoe dan verder? Ik begrijp hem niet. Ik begrijp letterlijk niet hoe ik hier verder moet. Ja, we hadden niet stil kunnen staan. Wow. Natuurlijk zit hier een stukje, hoe heet het, vormer. Dat ding dat we kunnen. Je zou zeggen dat je kan die. Kan hij niet hier doorheen? Oh, I see. I see. Never mind. We moeten hem loeren. There we go. Dankjewel. Oh, what the fuck? Dankjewel. Oh. Oh. Hallo, I'm sloppy. Damn. Oh, die zijn liefde aan het maken. Oh, god. We hebben een jongen en een meisje hebben we bij elkaar gezet. And they are making sweet, sweet love. Komen er straks 10 uit? Hebben ze meteen baby's gemaakt? Wow. Hoe meer er in mijn gaatje komt, hoe groter mijn gat. Dat klinkt nog steeds zo raar. Oh, god. Oh. Hoe meer van die beesten bij elkaar, hoe meer liefde. Nou, nog meer. Oh, 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 oh. Oh! 360 doos. Oh, 360 doos. Nou, hij wilde nog niet in. Oh, joh. Nog meer liefde wordt hier gemaakt. Oh, 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 oh. Damn, ik ben allemaal. Mijn. Daar wordt zoveel gedaan. Wat? What is happening? Het zijn ineens een stuk meer Bambi's. Herten. Oh my god, ik heb het grootste seksfeestje van de wereld gemaakt, volgens mij. Dat is een beetje gek allemaal. Hey, I'm Sloppy. Dankjewel voor het subscriben. Je hebt hem nog niet gedeeld. Maar welkom bij de Spooky Family. En dankjewel voor het gebruiken van je Prime Hero. Dat is super, super, super generous. Welkom to the Spooky Family. Geen reclames. En veel emojis. En ook nog een beetje support naar de streamer.
Dat is heel lief. Hallo, warm pizza broodje. Hoe gaat het? Carrot House, broken. Imagine loving carrots so much you wanted to live inside one. Damn. Ja, daar is hij. Ja, ja, ja. Is alleen voor de support. Ah, kijk. Dat is alleen maar nog liever. Helaas, met een Prime sub, dat is tegenwoordig een stuk minder dan vroeger. Maar elk klein beetje helpt voor mij om dit te kunnen blijven doen. Ja, alles gaat oké. Okay. Warm pizza broodje. Hey Thomas, alles goed? Goeie dag gehad. Hebben jullie weekend? Tijd voor weekend. It's really cute that you two are so in love. Night and day belong to love. Kijk hoe ze er ook bij zitten. Nou ja, ik heb net zoveel liefde gezien daar. It's true. This is extremely gross, zegt BK. You are gross, zegt Mira. No, I'm not gross. You love trash. You love trash too. Everyone here loves trash. Oh ja, een raccoon die houdt altijd van afval, toch? Die zie je altijd in het wild afval snoeien. Hoe noem je dat? Niet snoeien, maar... Die zit overal een beetje te snuffelen. Vandaar dat die raccoon een donutgat maakt om alle trash te verwijderen. Why else would you all make so much of it? Are everyone's homes just trash to you? Yes? Oh my god, dat vind ik zo droog. Oh shit, mijn camera staat al een tijdje aan. Dat is niet de bedoeling. Die is helemaal warm aan het worden. Wat een mood, deze raccoon. Het is gewoon rocket. Don't say that about my trailer, zegt Pepper. Yeah, don't mess with Pepper. Yeah! What happened to your trailer, Pepper? Well, after me and Salt split, I went to Joshua Tree Park for some peace and quiet. I brought my laptop also to watch bird videos. Oh, terwijl die dus verliefd is op een vogel. Dus hij keek... De insinuatie is dat hij basically 18 plus filmpjes kijkt. Dat is in ieder geval hoe ik het insinueer. Nou, left click to deploy hole. Hij heeft toch ook echt een donut gekocht. We moeten ons gat laten groeien door al deze kleine dingetjes die er tot nu toe in passen, erin te doen. En er dan voor te zorgen dat het gat steeds groter wordt. Massive sinkhole. Ik hoop dat ik dat nooit ga meemaken in Nederland, zo'n sinkhole. Lekker donuts eten. Ja, het is een donuthole. Oh, what the fuck. Oh, ik ga de barbecuen. Is dat wat ik het beste kan doen? Nee. Ik heb natuurlijk kampvuurtje. Oh! Oh shit! Ik heb een kampvuur natuurlijk ingeslikt, maar... Uh-oh. Ik weet niet of dat slim is. Oh shit. Het is wel de woestijn, hè? We willen niet een forest fire hier maken. Kunnen we die al doen? Nee? Kunnen we dat al doen? Hallo. Wow, what the fuck? Oh god. Wat ben ik aan het doen? Als ik klik, doet hij dat dan? Als ik klik? Nee, dat doet hij niet als ik klik. Het ziet er zo droog uit. Oh! Oh! Damn, zo zonde van je laptop. Dat gaat ons nog niet lukken. Ik vind het zo droog hoe hij daar blijft staan. Je zou zeggen, deze mag ik ook wel er al in. Oh! Andere bomen. Gaat altijd wel in een donut opeten. Ja, nou ja. Je moet geen donuts kopen van een raccoon.
Want de raccoon die... Zo, jezus. De raccoon die wil... Die komt dan met een donut gat. Op je af. Dan is zo je huis weg. Ik weet niet waar je woont, maar... Heel Nederland heeft straks dan een gat onder hun kont. En iemand die alles kapot wil maken. Ik vraag me nu alleen af... Oh, shit. Dat ding kan er al wel in, denk ik. Ja, hoor. Haha. Jezus. Die moet toch ook wel in de fik kunnen, zou je zeggen. Hallo? Hij gooit ook elke keer iets dan in het gat. Oh, is dat zo? I see. Doordat hij dat erin gooit, gebeurt dat. I see, I see. Ik snap het even niet. Oh mijn god. Alle rotsen gaan eraan. Nee, niet van dat beest. Want je ziet hem daar linksboven. Hij zit op zijn tablet. Zit hij gewoon te chillen. En hij denkt dat het een spelletje is. Maar het gebeurt in real life, is wat ik heb begrepen. Leuke auto. Doei auto. Doei bomen. Die toch al doei waren. Ho, wow, hallo. Great delivery. Van rank 9 naar rank 10 moeten we. Dat is basically the story. An old and ugly tree. There's usually a bobcat scowling on top of them. The laptop, pour a glass of water on this and scream. A saucepan gets really hot to protect the food inside. A barbecue is the opposite of a refrigerator. Ja. Yeah. Coal is eigenlijk een barbecue batterij. Ja, yeah, makes sense. Wat slim. Jumbo rock. Round rock. Love it. Het is wel heel slim. I mean, it makes sense. It really does make sense. Nou, 900 feet below. Dit gebeurt zo'n zes weken later, nadat alles al opgeslikt is. Dit is dus onze boosdoener. Vraag je. You didn't save the Joshua trees because you were too busy looking at bird videos? Well, they're hundreds of years old. So old. Maar jij en je broer hebben issues, dude. Admit it. No, I wasn't looking at bird stuff that time, okay? Then what were you doing, Pepper? I was writing an email. To a bird? No, you trash sniffer. To my brother, Salt. Excuse me? I was writing an apology. I shouldn't have smashed your lava lamp. And I shouldn't have ate the lava. It was wrong of me. Pep! It's alright, dude. The lava is the best part. Aww. Aww, hey. LOL! So I've reunited feuding brothers. Solved the civil servant snake problems. Given a child the gift of flight. I'm a hero! Je bent geen held door alles te laten vallen in een gat. Hey, you hair guy. Wie is de hair guy? Wow. Morsel. Was dat? Hij heeft ook zijn been in het gips. Hair guy. Jeetje, Mina. Dat is echt zo'n Justin Bieber kapsel. Maar dan onsteroids, man. Een Justin Bieber aardappelkapsel van de 2010 era dan, hè? Man, man, man. What do you do? I sell explosives. Wow, sweet. I mean, that sounds unsafe, dude. Concerned citizens would probably want your fireworks stand blown up for safety. Oh no, I run my business completely above board. I have the most permits in Donut County. Playing with fireworks is safer than driving a car. Oh god, dan gaan we weer terug in de tijd. Want dit is de beach lot. En daar heeft hij inderdaad zijn vuurwerkkraampje. Wat gezellig. Nou ja, tegenwoordig niet meer, want hij is nu dus heel diep onder de grond. Pardon? Zelfs dit soort gaten moeten genoeg water drinken, zie je dat? Thomas die zegt ook altijd, drink wel goed je water. Nou. Pieuw! Huh? Er komt gewoon weer een nieuwe. Waarom komt er weer een nieuwe?
Ah, die doet mij niet groter maken. Maar wat moeten we hier wel doen dan? Moeten we iets doen met die fireworks? Dat kan... Oh. Oh. I see. Doei! Wee, wee, wee! Dat is droog. Oh, hum? Oké. Nou, dan steken we hem toch aan. Hello. Wow. Huh? Dat is zo droog. Nog een tweede keer dan. Steek hem maar aan. Oh. Here we go. Boom! Nog niet. Misschien is onze shit nog niet groot genoeg. Oh, ik steek hem weer aan. Ik denk dat ons gat nog niet groot genoeg is. Dat hij daarom... Ah, kijk eens. Dank u wel. Hij is zo'n mooi balletje. Huh? Hij valt er niet in. Ik was echt al groot genoeg. Wat gebeurt er? Och, we hebben weer popcorn gemaakt. We hebben popcorn! Let's go! Oh god. Oh god. Oh god! Tik vuurwerk! Daar ligt iemand gewoon. Dat was zo droog. Oh, hij had dat gebeuren al aan zijn been. Ik dacht misschien door het vallen. Nou ja, je zou wel meer pijn doen als je zo diep valt, maar... Everyone is weak to fire. Klopt. Cliffs are a type of trap created by aliens. Alles is gecreëerd door aliens volgens deze game. This corn has white stuff on it and spicy stuff is really good. You have to fight a seagull to get this. The texture is highly regarded, the popcorn. Met zand. En een geel boek... You can make me read, I'm not gonna do it. And a seagull, 99% of seagulls are criminals. Ja, dat is ook waar. Jezus, man. Een beetje conspiratietheorieën, maar wat een feitengooier. Gooit alleen maar met feiten. 99% van die dingen zijn criminelen. Die stelen alles. Boom! I was just cleaning up the neighborhood. Who else has a gripe with me? I do. Well, my gripe is actually with Mira. Oh. Oh. Now you're in for it, Mira. Coco? Well, Mira knows the details, but I figure everyone should hear. Even the bird weirdos? Yes, tell them. Zeg, I knew the raccoons were making the holes. I knew the whole time. Iedereen at the same time. Ja. We wisten al die tijd dat hij ermee bezig was. Mira zei namelijk tegen Coco, how many snakes would it take to defeat you? Waarom kan ik dat typen? Big snakes, venomous, normal size snakes. But you gotta fight in a tiny room. Okay. Probably 1000 slangen. Okay, expect a shipment soon. What the fuck? Oh, toen waren mensen al aan het verdwijnen. I see. Maar dan, zij liegt dus nu tegen hem, want zij weet wel waarom ze allemaal verdwijnen. Possum has info. Possum told me that the earth is hollow and flat at the same time somehow. Ik zeg het je. Halve conspiracy theories, halve facts. Mira, you know, ever since those raccoons moved in, folks have been disappearing. And you work at their donut shop. I don't know, the raccoons treat me really well. And BK is my friend.
I ordered the donut. Why? I want to see how they taste. I gotta go. I'll talk to you soon. Don't do it. Oh, ze zijn natuurlijk doorzicht. Oh my god. Droog. Waarom is de muziek zo luid in dit stuk? Jesus Christ, man. Ik heb de muziek al op 1. Oh, nou ja. Ik heb daar dus een mooi knopje voor gemaakt vandaag. Dat ik dit kan doen. Zo. Tikkie zacht. Alsnog super hard trouwens. Zo. Hallo? The earth hollow and flat at the same time. Ja, dat zeggen ze allemaal. Oh, daar. Hallo. Het is moeilijk om ze te zien. Nee, die vallen er nog niet in. Valt die erin? Ben jij groot genoeg? Ja. 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 Woe. Joh, mensen geloven van alles in deze wereld. En sommigen denken heel slim te zijn. Door bepaalde dingen out of the box te denken. Zonder goede... argument. Oh! Wow, ik heb hem doormidden. Ik heb dat palmboompje doormidden. Oh, dat is cool. Zo, radio weg. Muziek weg. Hoppakee. Radio weg equals muziek weg. En toen was het bijna helemaal stil. Die radio was wel luid. Ik zet hem weer. Op 100 de rest. Huh? Oh. Ik word steeds groter. Mijn gat wordt groter en groter en groter. Uh-oh. 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 Oh, ja. Hij is er ook nog. Palmboom kan er nu wel in. Uh-oh. Hij zei dat er 1000 slangen nodig waren om hem te verslaan. Maar hij is maar 1 gat. Oh nee, we moeten zijn hele huis meenemen. Nou, heeft hij in ieder geval zijn huis ook beneden. Komt-ie! Jut! Ho, 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 ho. Ho. Goed zo. Goed zo. Great delivery. Damn, man. We ownen die shit. Oh my god, blauw boek. Probably a book with proof that aliens exist. Rode boek. Probably a book about something boring like collectible spoons. Coco's house, how does he fit inside? Oh ja, inderdaad. Dat klopte niet helemaal qua size. Coco's oven mitt keeps your hands warm. Coco's phone heeft 999. Alles is nummer 9 in dit spel. Dat is wel echt grappig, want dat is mijn lucky number. Dat is mijn lucky number. Wat een droge humor heeft dat. Ze geloven ook in aliens, terwijl flat earthers complottheorieën zeggen dat de ruimte nep is. Ja, dat was gewoon of dat is gewoon een movie studio, hè? Wat ze allemaal in de ruimte hebben gedaan. Het is allemaal een movie studio. I see you, fruitboompje. Leuk dat je weer even langskomt. Nostalgia. I'm so sorry, Coco. It was my fault you got put in the hole. I should never have taken the job with the raccoons. What the? I thought we were friends, dude. I thought we were too. But then you ruined my town. Grrr, I don't get it. I tried to help when you asked me to. I bought the catapult upgrade for you, even though it's a waste of points.
You told me that with the catapult you could launch everyone back out of the hole. Yet here we are in the hole. Chickens are not a waste of points. What the fuck? Die is gewoon een kip de hele tijd aan het aaien. Jellybean. Kiss Dollop on the head. You offended her. Buck. No, zegt hij. Kiss her! Oh god. Buck, zegt Dollop. Buck. Buck. No! It's the least you can do. After stealing all of our eggs. I didn't steal the eggs. They fell through the ground. Buck. Just tell your story, Jellybean. Times were tough on the farm. I had to sell my prize rooster to make ends meet. Dollop was very upset. Nou, wat is de volgende? Buck. Waarschijnlijk weer Buck. Hey, weltrusten, fruitboompje. Weltrusten. Komt-ie. Nee, niet. Oh, ik dacht dat er nog één Buck zou komen. Oh god, wat is dit nou weer? Hij is ook daar aan het aaien. Hij is gewoon 24/7... Een haan aan het aaien. Waarom hebben we hier ook een raccoon? Dit is een beetje... Dat is niet de raccoon. Dat is niet die guy. Oh. Zo kunnen we iets omhoog uiteindelijk doen. Of naar beneden. Hangt er een beetje vanaf natuurlijk. Dan een beetje schuin. Dan eerst die. Om groter te worden. Dan kan die er doorheen. Dat was zo droog. Eggs. Here today. Born tomorrow. Kijk. Och, hij zit ook nog eens op het toilet al die gaten te maken. Nou ja. Dat vrouwtje vraagt dus. Why did you deliver a donut to Coco? He ordered one? Ja, dat is dus die grote die we net naar beneden hebben gebracht. Lol, what's the problem? Nou, Coco is missing. BK, dit is too much. Dit is te veel. Iedereen die is maar aan het missen. Oh, kijk, hier gebeurt het inderdaad. Dat ze zei van, je moet de catapult upgrade toevoegen en dingen repareren. But I gotta save up for my quadcopter. Do it, you promised. Quack, 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 quack. Kwek, kwek, kwek. Oké. Ik zal alles fixen. But you owe me. Bye. Och. Hij heeft gewoon... Dat gat is dus gewoon een videogame. En nu willen ze dus... Hij heeft de beanbag chair gekocht. De tablet holder gekocht. Maar ja, de katapult niet. We hebben 110. Hij kan ook energy drinks kopen ermee. Maar de quadcopter dus niet. Maar de quadcopter is uiteindelijk dus kapot gegaan, weten we. Want waar ze dus nu zijn beland onder de grond. Daar is die quadcopter is gekocht. Maar die is kapot gegaan. Hey Thomas. Left click to catapult. Oei yo. Dat is cool. Kan gewoon dingen er weer uit. Catapult inderdaad. Dat is heel vet. Oh, I see. Maar wat is nu het plan? Wat doen we hier? Niet zoveel, denk ik. Wat ben ik hier aan het doen? Ik dacht, misschien moet ik de kip erin gooien of zo, weet je. Maar daar lijkt het niet op. So what am I doing here? Al die veer ook. Arme kip. Hebben jullie een idee wat ik hier moet doen? Die kip komt er maar niet uit bij de katapult. Dat is zo droog. Even kijken. Dit is het enige wat we kunnen doen.
Ik zie dat we dus een kip hebben. Dus de kip is wel waar we iets mee moeten doen. I see. Never mind. Het was heel makkelijk. Oh nee, het was niet heel makkelijk. Oh, I see. Het is wel makkelijk. Daar is hij al. Nu weten we wat de kip doet. Ik zag ineens de UI. Hallo, meneer Jas. How is it going? How is it going? Oh! Ineens hebben we een ei. Is die kip al mijn AI aan het gooien, hoor mij dan. Ik denk dat die eieren aan het gooien is. Oh. Thank you. Nu heb ik een ei dus. Maar ik zie dat we dus twee standen hebben daar. En nu heb ik hem op meerdere eieren. Oh, nu blijft hij gooien. Oh, wait. Wait. Damn. Dit zijn veel eiwitten. Dit zijn heel veel eiwitten. Man, mijn gat wordt alleen maar groter door eieren. Dat blijft raar klinken. Oh my god. You are not ready for me. Doei auto, doei hek, doei nepkip, doei stallen, doei hennen bedoel ik, doei dingetjes. De wop, wop, wop. Hier, het hele huis beweegt. Oh! Oh! Nee! Get in! Goed zo. Oh. Hey, zijn kip is er niet meer bij hem. Grappig, die katapult mechanic. Dat was wel cool. Barn, small. This might grow up in a real barn someday. Zo werkt dat niet. Chicken monument. I won't bow down to a chicken ever. Clipboard. If you carry this and look mad, you can walk into anywhere. Ja, true. Met zo'n clipboard in je hand, dan denken ze, oh, dat is slim. Small kratje. If it doesn't have a crate, it's not a video game. True. Egg. Egg saved my life. True story. Oh. Flower. Expensive scent. Hay bale. Farm tubes. No purpose. Icing bag. The good part of a donut. Wow. Ja, alles gaat goed, Thomas. Everything is going great. Ik ben eventjes wat dingetjes weer aan het testen. We hebben even geluid aan het testen. En deze game is echt fantastisch. Ik snap niet waarom ik er zo lang op heb gewacht. Hij stond nog zo lang in mijn wachtlijstje. Maar deze game is echt fantastisch. Ik hoop dat jullie me ook goed kunnen horen nog steeds. En dan, is het helemaal goed. Dan is alles goed. Then everything is fine. Heb je nu een lekker weekend? You weren't even trying to help, BK. I was trying. It's hard to use the catapult. I think the hole is only really good for destroying things. It must be designed that way. Designed? Don't look at me. I didn't design it. But you used it. Well, what else could I use? I don't know. You could have used real donuts. Could a real donut have saved poor Bearclaw from certain doom? Saved me? You humiliated me! You were getting hunted by bees. I'm a hero. You ordered a donut to the middle of the forest? Yep. I guess it's suspicious that you'd offer to deliver donuts all the way out to the middle of the forest. Hunted by bees? Look. It's a tough job. Sometimes you get hunted by bees. En dat was het. Sometimes you get hunted by bees. Nou, dus hij had een donut gekocht in het midden van de freaking forest. Honey Nut National Forest. En ja, dan krijg je de donut service ook. Daar zit hij op het toilet met zijn tablet weer. Zoals je daar linksboven ziet. Dan weet je dat het tijd is. Hebben we hier nou honey? Maar als wij honing in ons gat doen, dan komen de bijen toch op ons af. Is dat niet een beetje niet zo slim?
Ik zie ook de hele tijd die kikker. Daar zit groen spul omheen. Ben ik toch wel benieuwd wat er gaat gebeuren. Zo. Oh ja, ik heb natuurlijk de katapult, dus... Wee! Ah! Nu heb ik ineens een kikker. Dat is handig. Want naast dat ik mijn gat wat groter kan maken, dat blijft raar klinken, kan ik ook als het goed is dit doen. Ja. Hoppakee. Komt nog wel een bij. Tjaka! Tjaka! Kunnen we daarna nog... Ja joh, hij kan ook gewoon de bij opeten. Oh my god, dit is de beste kikker. Wat een coole kikker is dat, hè? Oh! Je hebt het nog druk dit weekend, Thomas. Wat ga je allemaal doen dit weekend? Moet je weer voetballen? Damn. Hele bijenkorven. En die past er ook in. Nou, daar zit hij. Koude kikker. Het is echt een coole kikker. We zijn er bijna even in, Rockboy, automobilista. Kan elke dag, elk moment komen. What the fuck? Gelukkig niet, mijn benen zijn half dood op dit moment. Oh, even goed lekker zitten. Doe je rustig, Thomas. Oh. Dat is droog, hoe die er wel naar kijkt. Daar moeten we. Moet boodschappen enzovoort doen, want mijn moeder is nog steeds ziek. Ja, precies. Je moeder zoveel mogelijk helpen, maar ook zelf zitten waar kan, hè? Wow! Doei. Doei. Wee. Ja, je kan ook zeggen dat hij die persoon heeft geholpen, maar... De personen hebben niet gevraagd om 999 feet onder de grond te gaan. Bees are very hyper and they like to kiss their mom's butt. Oh. A forest shed. If you sleep in your shed, no one will steal your tools. A beehive. A piece of fruit that bees love to hang out in. The honeycomb sheet. Bees are always making dessert. Yeah. The bee house. Bees rent apartments from their moms. The bee smoker. It's a watering can, but for making bees tired. And the forest frog staat. You can predict the weather based on the time between a frog's croak. Sometimes it's wrong. Nice. Nou ja, weer voorspeller is ook niet correct. Lots of percent of the time. Dus ja. Wat doe je dit in? 999 feet below. Damn. Verdiksels, jongen. We beginnen weer te drop framen ineens. We hebben het bijna anderhalf uur goed voltooid. En nu begint hij weer raar te doen. Helaas, pindakaas. Sorry als je frameskips hebt. Dat klopt. Hij heeft moeite. Dan denk ik toch dat we een DDoS'er hebben. Ja, je hebt hapering omdat we ineens drop frames hebben. Dan hebben we mogelijk toch een DDoS'er. Dat zou zomaar kunnen. Anders weet ik het zelf ook niet. Nobody ask about me. Nobody. Did BK own you with a catapult too? No. He ruined my restaurant. Your restaurant stinks. Lol, yeah, it's great. D. How can you guys be called salt and pepper and not have an appreciation for soup? Boo! Calm down, nerd. What did BK do to your restaurant? Well, I was dealing with a slight bug problem. I was exhausted from rounding up bugs, so I ordered a donut. Damn. VPN helpt niet als iemand je originele IP-adres kent.
Plus VPN is vaak dan ook moeilijker om je volledige uploadsnelheid te gebruiken. En dat heb ik wel nodig als ik naar alles wil streamen. Ja, sorry voor de lag, guys. We zijn net begonnen. Echt letterlijk nu net. Oh. Die bugs, die willen juist het gat in. Oh. Ja. Gaat de hele tijd goed en nu letterlijk... Nu gaat het fout. Daar baal ik van. Dat is waar ik heel erg op hoopte dat dat niet zou gebeuren vandaag. Ja. Maar die kan dat gewoon opeten, dus dat verandert niet zoveel. Oh. What are we doing here? We moeten hier eten of zo. Iets met eten fixen. Er staat pannetje, zout, peper. Oh, I see. Maar nu is hij alweer verneukt, I guess. Oh, hun zijn dood gegaan. Komen er nog meer aan. But we are killing them. Well, thank you. Daar worden we groter van. Oh, excuses. Oké. Okay. Damn. Is dat de bedoeling of moet ik om hun omzeilen? Ik denk dat ik hun moet omzeilen. Dat denk ik. I think we have to make good soup for the thing. Dus zeg maar dat je dit hebt en dat je dat de hele tijd eromheen moet. Op die manier. Want anders dan worden ze opgefuckt. En dan door hem laten drinken. Dat was mijn idee nu. It seems to work. Thank you, thank you, thank you, thank you. Chugga chugga chug. Chugga 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 chug. Chugga 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 chug. Olympique Lyon moet als straf naar de League 2 en ze mogen geen transes meer doen. What? That's crazy. Dan hoor je Olympique Lyon was zo'n grote club. En ineens dat ja, dat is echt insanity to me. Dat soort dingen nu gebeuren. Echt insanity to me. Wow! Oh my god, hele flatgebouwen moeten we nu erin doen. Wow! Damn. Ja, wat hebben ze gedaan dat ze gewoon instantly gedemoed worden? Ja, we hebben de quadcopter! Yay! Soup has many health benefits if you sit in the pot long enough. Use this to reach the food. Polite to put your butt on this. So many houses aren't made of candy. What can I say? I hate it. Oh, financiële situaties. Oh, joi. De Only Games AD zegt... Joostan, je bent ook al echt zo lang op YouTube niet normaal. Klopt. Behalve at the moment. Want ineens hebben we mega veel drop frames na een uur en nog wat. Ik snap het niet. I do not understand waarom dit gebeurt. I got food poisoning from cat soup. More than once. Yeah, I used to work there. It's pretty gross. Wow, haha. Everything I do seems to have helped everyone. He's got a point, Mira. Maybe BK ain't so bad. Okay, everybody. We all know cat soup was a hole, even before it got hold. But let's get back to the real problem here.
Yeah, my 100% smashed quadcopter. Yeah, why did you smash it, Mira? Dude, I didn't want to smash it. I had to. Oh god, en nu de donut shop. What the? De quadcopter. Daar is hij. Yep. Weep. Dat is cool. Maar Mira is daar. Nou ja, check this out. Oh my god, I say BK squad. Oh yeah, and this. Are you jealous? Notice how the propeller spin really fast? That's how it flies. No kidding. And it only took 12 deliveries for me to get it. Can I see? Sure. Oh. Be careful, careful. Like this. A little lower? How about this? Boom! What are you doing? You're acting psycho! How can you brag about this stupid toy when you got it by destroying our friends' homes? They ordered the donuts, dude! I give people what they want! This is pointless, BK. What's your password for this thing? I think it's 0451. Wait, no. I changed it to Bonky Kong. Hallo, Fruit Boompje. Ja, dat staat in de titel, hè? Thanks, by the way. Do you know what's at the bottom of the holes? I don't know. What are you doing? Teaching you a lesson. It's teaching me a lesson. Nu zijn we dus Mira. En dat is dus het vrouwtje. En je ziet haar nu dus ook daar linksboven inderdaad. Want zij is er helemaal klaar mee dat Rocket Raccoon iedereen dood heeft gemaakt. Dus nu gaat Mira aan de slag om Rocket Raccoon zijn donut shop op te fucken. Like, fuck je pad. Fuck je palmboom. Zo. Hoppakee, Raccoon ook weg. Ze zit alleen zelf in die donut shop, dus ja, we gaan er zelf ook aan. Dit ziet er zo droog uit. That's a big hole. I have to enhance my hole. Donut County. I had to do it, dude. There was no other way to get through to you. You don't know what it's like to lose something you care about. I mean, I guess I get what you mean. You guys love your weird trash houses and I took them away by doing my job. Which, I guess, in this context is an evil job. Goed zo! Close enough. Will you help us get everyone out of the hole now? Blah! Okay, fine. Where do we start? Lol, I was hoping you would know. I'm sorry if I gave you the impression that I know stuff, but I know basically nothing. You've got to find Pub. If you guys can find Pub, we can use his hot air balloon. Of course! Oh yeah, Pub! BK, can you look up Pub on your tablet? Bij het begin zagen we iemand in een luchtballon. Of course. Tablet, please locate GPS data for hot air balloon containing a pup. Boom. Okay. Vraagteken? I'm kidding. This thing doesn't have voice commands. You know who might be able to find pup? Possum! No. Possum is too weird. He's weird, but you have to admit Possum was right. The earth is hollow. If you know where he lives, I can get him. Yeah, just deliver a donut to the abandoned house. Lol, of course, Possum squats in the abandoned house. I always thought it was haunted. This is worse. Oh, God. Oh. Keep out. Abandoned house. We moeten Possum moeten we hier naartoe brengen. What's he doing?
This is not creepy at all. Suddenly, we are creeping. Eel. Ik zie hem. Hij zit daar. Ik dacht, ik ga hem gewoon verplaatsen. Zo. Oh. Dat was niet slim. Dat was helemaal niet slim. Nu heb ik wel iets meer. Oh, het zijn allemaal van die maskers. Oh, hallo. Possum had gewoon zo'n masker voor zijn neus om de angsten door... Oh! De angsten doorheen te gooien, maar dat is best creepy. Nou, hallo? Kom maar door met de maskers. Rocket Raccoon is echt een boomer in deze game, ja. Huh? Oh! Pardon? Ik schrok me dood, jongen, met die... Oh, daar slaapt iemand op. Oh! Oh, are you... Waarom schrik ik daar nou de hele tijd zo van? Bruh. Oh! Hij is in mij gevallen. Gelukkig sprong hij daarop. Damn, wat is dit voor bed waar hij op hangt? Oh. Oh. Possum, kom. Dankjewel. Zullen we zijn huis ook gewoon in de sinkhole gooien? Tim, dat gaat extra snel for some reason. Oh. I was right! Hollow Earth! Occam's Razor! Yep. How many hours do we have to listen to this? So Possum, do you know how to locate Pup? Pup, Pup? I think I heard the cops looking for a dog in a hot air balloon. Where is he? I might be able to find out if I had a raccoon police scanner. Oh my god, BK, where can we get a raccoon police scanner? The police chief probably has one, but he's at Raccoon Lagoon today. It's his day off. Let's wreck it. Mira, are you serious? Raccoon Lagoon is the happiest raccoon place on Raccoon Earth. It's got great tunes and water balloons. Raccoon Lagoon is home of the fun flume that's fun for raccoons. You have no choice, BK. The flume is doomed. Fine. But you have to answer to the police chief when he's down here. Pew! Daar is hij. De Raccoon Police Chief. My god. Raccoon Lagoon. Nou. Tijd om alle raccoons naar beneden te krijgen in de sinkhole. I want to drop some raccoons. I need to drop them. Maar we moeten eerst even een grote gat worden, want anders kunnen we... What the fuck wil deze raccoon hier voor mij eigenlijk doen? Oh, ik heb iets waar ik kan gooien. Wow. Wat is het? Een water ding? Volgens mij heeft dat iets met water te maken. Ik moet dat hier ergens fixen, denk ik. Oh, hello. Oh. Nu had ik alleen maar water. Oh, maar die vest die kon ik nog wel gebruiken.
Maar ja, daar heb ik niet zoveel aan, right? Ho! Oh, water. I see. Sorry, ik ben een beetje een sloom persoon. But I see. Oh. Bruh, what? I gotta do something here, right? Juist. Thank you. We mogen dat niet verder doen, zo te zien. Maar nu hebben we hier wel. Wee. Wee. Ik vind dat zo grappig. Moeten we hem omhoog doen verder? Yep. Up, up, up and away. Oh. Daar gaat hij. Daar gaat hij. Oh, hij gaat zo happy zijn ermee. Oh. Splash. Ja, kijk hem. Wee! On top of the world! Yay! Uh-oh. 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 Kom je bij mij erin? Foto. Oh! Kom maar. Nee? Uh-oh. Die kan er wel in. Ja, wou net zeggen, die moet er wel in kunnen. Oh, hallo raccoons. Zijn jullie allemaal ready om ook een ritje... Oh joh, het zit helemaal vol. Dat reuzenrad zit helemaal vol. Wee! Willen jullie water? Oh my god. Zo! Thank you very much. Wow. Ze gaan er allemaal aan. They are all dying. Nou, ze gaan niet dood hoor. Uh-oh. Kom hier, reuzenrat. Alle raccoons nemen we mee. We hebben jullie hulp nodig. Kom maar. Ja, ja, ja. Zielig, hè? Maar ja, we hebben hulp nodig. En een andere raccoon heeft ervoor gezorgd dat hun hier allemaal vastzitten. Uh-oh. Oh, daar is hij. Police chief. Bleh. Bleh. Is he alive? Grab me the scanner. Guys, I could get in trouble for this. Trash King will take away my tablet if he finds out. Oh no, are you gonna get grounded too? Will he drop you and all your friends into a weird cave? Okay, okay, I get it. Possum, got anything on the scanner? One sec. Yes, got it. Trouble continues at Raccoon HQ. Day 3 of protesters. They have custom t-shirts now. Hmm, that's not it. Donut County Donut Shop is missing. Investigation underway. Eyes out for delivery raccoon named BK. Ack! Turn it off! There's gotta be some news about Bub. Requesting backup on the 405. Hot air balloon causing traffic jam. That must be my pup! Got it. He's on the 405. Yes! We better hurry, BK. The cops are after him. The cops are after me! Calm down, it's okay, dude. I'll visit you in jail. What? I know, I'm a really good friend. But first, we have a delivery to make. Oh, god. The 405. On the high... Bruh. Dat is zo droog. Haal dat kopje er vanaf. Goed zo.
The poor thing. Waarom zitten de raccoons de televisie te kijken, Marcel? Oh, I'm sorry. Dat gaat ons nog niet lukken. Bowlingbal first. Tasje. Raccoon. Ja, nu lukt het wel. Het is inderdaad ook helemaal helikopter support, joh. Oh, 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 oh. Oh, nu gaat het hard. Yes, we found TV's to eat. We gonna make the sinkhole a lot bigger. A lot bigger. Oh, donuts! Donuts, 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 donuts. Nu kunnen we donuts gaan gooien, maar... How are we gonna do that? Oh, I see. The raccoon police. They are making pictures. Maar nu heeft ze een donut. Nu heeft hij een donut in de hand. Oh, what the fuck? Ik heb hem geflashed. Kom maar. Met je copter. Kom maar. Het is zo droog. Al die drones tegenwoordig ook altijd. Wat moet je ermee? Pling! Ja. Hij is geflashed. Flashbang activated. Tjuk, tjuk, tjuk. Uh-oh. Dat was niet de bedoeling, denk ik. Uh-oh. Whoa, what the heck? Dat is zo droog. Oh! Deksels. Ik heb alleen een fotocamera dus. Oh! Oké. Okay. Well, he died. So, that's a big boy. Ja! Oh my god, daar gaan we. Wow! Damn, dat lijkt me zo eng. Iets wat kan increasen in size als dat zeg maar in real life zou zijn. Oh god. Komen nog een zooi auto's hier. Daar is hij. Daar is Pup. Hij kan ons helpen om naar boven te komen. Waar is de rest? Waar zijn ze? Pup! You're safe! Ruff! Okay, Pup, get out. I need this hot air balloon. I'm going up to save us. No way, dude. You can't go alone. You'll just run away. I'm coming with you. I'm coming too. In case we need to hack into the mainframe. No. Yeah, don't. Just stay here. Are you guys just leaving with no plan? We're going to talk to the leader of the raccoons, Trash King. We're going to do a boss fight and kick his butt. Dude, you always screw up the boss fight. You gotta follow my lead this time. Maybe just try talking to him first? We will try. Good luck then. Thanks, Coco. Oh god, the boss king, the boss fight, the trash king. Man, kijk, de wereld zit vol met gaten. It's not a good look, hè? It's not a good look. Wow, eerie. It doesn't feel that different up here. It's like we got replaced by raccoons. What? I already said I'm sorry, you don't have to rub it in. Bizarre. You think this is all my fault? I feel bad about, but I can't undo what I did. BK, here's a tip. You're feeling guilty. I don't blame you for everything that raccoons do. You still want to be friends? I do. But if you want to be friends with me, don't make your guilt my problem.
Oh yeah, and wash my car. Also, give my dog a bath. Deal. There it is. Raccoon HQ. It is the observatory. It's that thing on the old observatory hill. Whoa, kind of looks like a big garbage can. I know, cool, right? I guess it makes sense. Trash King lives there. Let's go for it. Heb je een mooi shirt aan trouwens, babe? Welk shirt heb ik aan? Oh, die lag bovenaan. Ja, ik kies altijd wat bovenaan ligt. Wow, it smells awful. Do you guys use like reverse air fresheners? Reverse air fresheners. Home sweet home. Lol. Okay, you should call Trash King now. Try not to convince him to help us fix everything. Are you kidding? I can't call him. It would be extremely awkward. Text him then. Fine. Hey. TK? Hello? Who is this? Sorry, new phone. Sorry, new phone. It's BK. I work for you. I was wondering, like... Is it possible to undo some of the holes and give people their trash back? Quack? I typed it, but I replied any. Okay, never mind. No problem. What is he saying? It didn't work, dude. I think he's mad at me. Dang, whoops. You know what would be fun? Opening a hole and wrecking this place? Lol, yep, let's do it. Okay, one hole coming up. Makes no sense. Let's open a hole and wreck them then. Okay, what are we doing now? Well, we tried. Oh well. Nothing else we can do. Possum. Possum zat de hele tijd achter ons. I can help. Possum, we told you to stay with everyone. You did, but I read between the lines. I can help you hack into the HQ security system. You can sneak a hole inside that way. How do we hack in? Just plug this into the security system. Whoa, sweet! We can use the catapult! Okay, here goes nothing then. Gooi je dat ding gewoon. Into the security system, here we go. Poef! Possum hack protocol. Gelukt, gehackt. Och. Deploy a hole on the toilet. Sitting on the toilet. Sitting on the toilet. Kan ik die dingen? Nee, die dingen kunnen niet. Hè? We kunnen wel hier onderdoor. Oh, we are hacking with holes. Biology kunnen we niet in. Anthropology kunnen we niet in. Maar de main hall kunnen we wel in. En daar ligt nog een mobiele telefoon. We can possum these holes. Possum these holes. We kunnen naar de security. Daar slaapt hij. Gewoon even wat dingetjes pakken. Hallo. Ach, ik kan hem ook gebruiken gewoon. Moet ik hem gebruiken voor deze security feed? Ho. Moet ik hem hiervoor gebruiken? Ja, dankjewel. Gewoon even zijn dingbonk. Dat is zo droog. Gewoon met zijn rug gebonkt. Was hier verder nog iets? Voor mijn gevoel niet. Daar kunnen we ook niks. Bonk. Oeh, misschien kunnen we wel.
zijn goedkeuring krijg, dacht ik. Oh, ik heb een rode ding. Never mind, ik heb een rode ding. Maar dan moet ik hem er even uitgooien en dan die. Thank you. Alright, biologie lab. Trash King. Welcome to the biology lab, new recruits. Donut County was home to many rude screaming beasts. Nobody knows why. The animals were just outside. It's our job to figure out the purpose of these nude creatures. Watch as our top raccoons extract the facts. Och, hebben we dat ding weer? Hebben we weer die special snake? Snake! Dag, nieuwwerker. Pas jij er wel in? Dankjewel. Thank you very much. Snake! Nou, dan kunnen we weer drukken op knoppen, want zijn poot komt nu. Oké, wat doen we hier dan? Hoe werkt dit? Crap. Thank you very much. Me. Crap. Thank you very much. Oh, er komt iets nieuws. Een vies slangetje in mijn gat. Wow. Die is nog beter. Alles wat we hebben geleerd in de game. Goed zo. Nee? Werkt toch niet zo goed. Ik maak mijn gat even wat groter. Dat is wel ook wat slimmer. Nope, that's not working, bro. Wat kunnen we dan doen? Oh, we moeten deze weghalen nog. Never mind, alle... Vliegjes! Dan wordt hij groter van. En sterk. Hij eet... Oh, want hij eet de vliegjes. Ja hoor! Thank you, thank you, thank you. Gaan die weer allemaal liefde bedrijven in mijn gat? Ja hoor. Daar gaan ze weer. Oh my god. Zoveel liefde aan het bedrijven. Oh my god. Grote orgie. Don't panic. It's just a rogue hole. This is literally very normal. I turn on the emergency lights because it's fun. Please finish filling out your waivers in the next 5 seconds. Oh my god, I'm a big hole. Oh! Er gaan alle liefdes mensen weer. Hij zag het. Meteen de camera weg. Trash King kijkt ernaar en die denkt, uh-oh. I'm deploying a hole. Make some more sweet, sweet love. Thank you. Spring erin. Spring erin. Spring. 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 En nog meer spring. Daar hebben we niks van. Dan moeten we even ergens anders kijken. Oh, hij heeft hem! Hij heeft hem vast. Is hier nog wat nieuws? Ja, dan kunnen we nog even wat groter maken. Wee! 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 Noise. Nee, de buis gaan we niet kapot maken. We gaan nu naar Antropologogli. Ja. Before raccoons, the people of Donut County produced a wide variety of trash. We believe that each piece of trash had special significance. Our scientists study this trash around the clock so that we can learn to create our own someday. Let's see what they are up to. Ja. Dikke scientists die hopen hun eigen trash te maken. Donut, donut. Dank u, dank u. Dank u. Dank u. Dank u. Dank u wel. Ja. Nom nom nom. Nom nom nom. Nom nom nom. Nom nom nom. Nom. En nog meer nom. En nog meer nom. En nom nom nom. Beetje warm, mijn gat. Maar dat is goed, want we moeten het ook warm maken. Het is een barbecue. Oh!
Nobody panic, everything is fine. To whomever is driving this hole, please go away. Shit. Oh. Ah, Kikis. I see. Damn. Oh. I see. We moeten... In het hele rondje moeten we shit gaan doen. Maar ik weet even niet meer... wat we gaan doen. Oh. Daar is dat ding. Ja, ik weet dat ik dat ding in de fik moet zetten, maar... hoe de fuck... hoe de fuck zet ik mezelf in de fik? Is mijn vraag. Zie, ik kan dat niet zelf doen. Oh. Moet ik die wat eerder verplaatsen? Ja, ik snap het, 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 ik snap het. Oké, okay, here we go. This is it. Hutch. Komt-ie. Dan ga ik hier staan. En dan gaat dat ding vanzelf. Here we go. En dan boom. En dan waar moet hij hier? Ik heb geen idee waar hij moet. Ja, daar moet hij. Well, that concludes the tour. Attention, old driver. Meet me in my office. Thank you. Uh-oh. It's getting worse and worse and worse. Deploy a hole in the HQ. There we are. We deployed the hole. Daar zit hij hoor, de Trash King. De eindbaas. I'm the hole driver. Trash King. Trash King's office. Huh? Misschien doet hij dit expres. Hij wil dat wij dit pakken. Hij heeft alle trash heeft hij ingelijst. Wat een moed. Ik heb niet het gevoel dat wij veel groter worden. Oh my god, kijk de trash daar. Zoveel trash daar om op te sleten. Om op te eten bedoel ik. Op te slokken. Oh. Oh. Maar hij zit erboven. En hij heeft mij op slot gezet. Hij heeft een USB-stick. BK, please report to my office right now. Oh, nu ga ik deze heel ander accent opzetten. I am opening up direct access for you alone, BK. We have urgent business. Whoa, he said my name. Are you sure you can handle him alone? He seems like he stinks. Yeah, he definitely stinks, but I can handle him. I thought about what you said earlier. This is my mess to clean up. It is, but you can always call me for backup. I appreciate it. Wish me luck. You don't need it. You're gonna kick butt. Lol. Thanks, dude. Beep. Want a pickle? No, I'm here to get you to reverse the holes. Bring everyone back. Did you know you're the highest rated hole driver in Donut County? You're famous, BK. Whoa, really? Picture this, dude. Full-time employee status, company stock. The company will take care of everything for you. They will even wipe your butt. I hate wiping my butt. If you join me, you will get to play with the real big boy toys. What the fuck? The King Quadcopter. It has a cement cannon for tough construction jobs. It's the pickup truck of quadcopters. Oh my god! Oh my god! I have one more thing to show you. Follow me. Hey Possum. Do you have a bazooka?
or something that could blow up a bunch of quadcopters? Nah, but I can check the dark web when we get back. Never mind. Maybe they are just here for fun. Hurry up, BK. Oh my god, de spanning. Oh ja, hij heeft een handje in de pickle jar. That's where the holes come from? Sick. BK, those nerds in the hot air balloon are holding you back. You gotta learn to put yourself first. You gotta reach in and take the pickle. What if my hand gets stuck like yours? Ha, it's not stuck. I could take it out whenever. It's meant to inspire you. Sign this. Whoa, branch manager. And I get health insurance? Yep, and of course a brand new quadcopter. Huh. All right, hand me the pen. Nee. Uh-oh, that sound. It's a queen quadcopter. We need to surrender, Mira. That thing can easily pop our balloon. Not if we blow it up first. I told you I don't have a bazooka. And Trash King has my hacking device. We're gonna use a hole. Trust me. It's designed to destroy stuff. Oh my god. Helemaal met health bar en al erbij. Alright, Mira. Volgens mij is het niet de bedoeling om geraakt te worden daar. Doe die maar. Ah, I see. Whoa. Boom! Dan gaan we weer. Oh god. Oh god. Dat was gewoon mannelijk hoor. Hallo? Boom! De King Quad komt eraan zijn einde. Let's go! Huh? Hoe die beweegt. We destroyed it! All without BK's help! I can't believe he abandoned us. He sold us out. I'm not surprised. BK is a true capitalist. Well, I'm gonna kick his butt. I'll fix his quadcopter and smash it again. Pardon? What was that? The Quadcopter King XL. It's back and it has a bazooka. Not fair. Don't blow us up. You thought you could use my holes against me? I'm the Trash King. I rule. I designed this app. Sorry to burst your balloon, but your friend BK took the pickle. Later, nerds. Have fun. What the fuck? Sorry, I'm late. I didn't take the pickle. BK, he's got the hacking device. We can hack into the quadcopter and take it apart. BK, hold still. I'm going to catapult you right into the quadcopter. Dodge the bazooka. Okay, wait. Don't let me get blown up. Whoa. Het is gehackt.
Well, that's easy als we het gehackt hebben. Oh, daar. Zo. Dank u wel. 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 We maken er gewoon een tornado van, zie je dat? Misschien is de quadcopter wel heel powerful. Oh, dat doe ik zelf. Oh! Take that, Trash King. Take that. Is die and everything is broken. Nou, daar zit hij. Op zijn hoopje. Vlak bij het raccoon zijn. You guys ruined everything. I guess raccoons just can't cut it in Donut County. More like you can't cut it, dude. Yeah, lol. Your company stinks. You ruined the neighborhood. BK, it's not about the company. Think about all the innocent raccoons that moved here. Oh my god, give me a break. The truth is, we're running out of trash. We first came to Donut County because the trash was plentiful. Now we have to keep opening up more holes to get less and less trash. I was looking out for us, dude. No, you weren't. You were just looking out for yourself. You didn't run out of trash. You ran out of people to steal from. What am I supposed to do? I have nothing now. Bring everyone back. Yeah, all our stuff too. Ugh. It's so much work though. I'd rather have to build a huge catapult. If you do it, we'll tell you how to get your hand out of the pickle jar. Really? Nope. Lol. Lol. I think it's ready. Okay, everyone. One at a time. Let's get moving. Thanks, Mira. And BK, stay out of trouble. Ruff. Whee! Before I go, I have one request. Could you please not catapult any snakes back up there? I'll see what we can do. Nope. See ya! Whee! It's been wild, y'all. Sorry again, guys. It's okay. We forgive you, Mira. Yeah, no, not you though, BK. Oh, yeah, you stink. Okay, bye, whatever. Whee! Hey, Coyote, I was thinking. Huh? Would you like a job at our donut shop? We're going clean, I promise. Yeah, I suppose I'd like that. But I get to be your boss! Lol, weird, but okay. Hij had als eerste de donut shop, was de story. Maar hij heeft hem verkocht aan de raccoons. Only time. Who can say if things will ever get back normal? Yeah, things probably won't feel normal for a while. No matter, we can sail and let the bunnies flow. Right, well, sorry for the mess. It's okay, take care, Mira. Whee! Mira! BK, nice job blowing up that quadcopter. Lol. Haha, thanks. You know I was thinking. I sure hope you don't mention anything to the cops about my explosive businesses.
They would probably be pretty shocked to hear who destroyed the 405. And all the other stuff you guys blew up, you know. Just saying, as a friend. Okay. Well, thanks for threatening us. Thanks for threatening us. Later. Morcel. We hebben iedereen meegemaakt in... iedereen, elk level hebben we meegemaakt die we nu als karakter zien. I got a joke for you guys. Did you ever hear the one about the raccoon kissing the chicken? Ja, die wou de hele tijd dat wij de chicken... Dat hij de chicken ging kissen. Maar hij zei, nope, ga ik niet doen. Nope, how does it go? Dude, I'm not gonna kiss your dirty chicken. Buk! Dollop heet de chicken. Well, it's been real. Yeah, real waste of time. Thanks for introducing me to this frog, though. It's a cool frog. Pretty cool. I guess it all worked out. Okay, you can launch me now. Yeah, okay. Awkward. Hey, guys. Stop by Cat Soup sometime, will ya? Sure. Are you gonna get rid of those bugs? I don't know. I feel like they're kind of a secret ingredient now. Lol, sweet! You should throw some apple cores and a fishbone in there. Make a garbage stew. Whoa, good idea. Ew, no. Ew, go away. Coco nu, hoop ik. I'm sorry I doubted you, Possum. Oh, it is Possum. No sweat, Mira. You shouldn't trust what anyone tells you. Especially BK. Don't worry, I'll never trust him again. What? After all this? Oh my god, I'm kidding. See? You can't trust anyone on this flat hollow earth. Oh my god, whatever. And Coco was last. You know it's gonna take a long time for me to forgive you guys. You messed up like every possible thing. I'm sorry, Coco. BK. I'm sorry too, Coco. You still wanna go to the beach next weekend? Haha, yeah, let's do it. Hey, Mira. Thanks for being so cool to me. And? For showing me how to be good. And? For your patience. And? Oh my god, okay, that's enough praise. I don't know, maybe someday you'll make it up to me. After you do my laundry for 100 years. Praise me now. Well, okay, after spending so much time with you, I decided you stink only 75% as much as the Trash King. You still need a bath, though? You love my stink. I don't. I really don't. Lol. Would you do me the honor of pressing the launch button? Gladly. Too slow. Dat was hem, jongens. Dat was hem. Wat een story. Kreeg een goed cijfer toen de tijd. Staat op een goed gemiddelde. Het gatenspel. Indie developers met passie. Gecreëerd bij Ben Esposito. Story editor Geneva Hutchin. En het lijkt erop dat dat alles is wat we hebben. Oh nee, Dan Kuzna heeft de music gemaakt, maar Ben Esposito heeft verder ook nog wat music gemaakt. En de icon design is door Lily Nishita gemaakt. Er stond nog wel wat mensen. Additional art door Heather Penn. Maar niet veel. Wat een story. Holy shit, man. Additional tools. Even in de schijnwerpers. Die gasten. Dit was wel een diepzinnig verhaal. Dat
Done flying? Ja hoor. I'm done flying. Dat was cool. Dat was een leuke game om te doen. I hope you all like that too. I appreciate you all for watching. I appreciate you all for the support. Dat was hem voor mij voor vandaag. En ja, dan hoop ik jullie morgen weer te zien. En je weet me nooit. Wie weet is het wel Automobilista 2. Ik denk het niet, maar je weet me nooit. Heel veel liefde. Heel veel liefde naar deze makers. Deze heb ik dus gespeeld via Xbox Game Pass. Wel een dankje aan Team Xbox voor het geven weer van Xbox Game Pass dit hele jaar. En ja, dit kan je dus heel makkelijk spelen bij een Game Pass abonnement. Je hebt zoveel toegang tot zoveel verschillende games. En ik hoef dat allemaal niet per se zo diep te gaan vertellen allemaal. Maar ik ben er gewoon enthousiast over, dus daarom vertel ik dat. See you next time bij een nieuwe livestream. En thank you all for supporting me. En voor ervoor zorgen dat ik dit kan blijven doen. Dit was helemaal uitgespeeld in een livestream. Niet al te grote game. En daarom was het leuk. Ik had hem al heel lang uitgesteld. En nu heb ik hem eindelijk gespeeld. Bye bye! Oh my god. De koning wordt opgegeten! We zien je. Even kijken vanuit de ogen van Nien Kerpers. Wow! What? Het zijn niet echt veel mensen. Oh, Jesus. Jongen, je schiet je maar. Ik ga dit doen. Oh! Wat? Ik zag een tank vliegen! Dat was toch awesome? Oh. Timo, hoe snel kan je de ketting van die BMX'en terug opleggen, denk je? Ja. Goed antwoord, ja. Ik heb wel ammo, maar ik heb geen ammo. Ik zie hem weglopen. Wat? What the fuck? Hij klopt heel hard. Oh shit, ze komt. Hele tijd stil, ineens zie je. Oh my god, zoveel gasten uit de bossen. Put your gun over the bridge, Sergeant. Oh, je zet Piet. Wow, script. Uh-oh. Oh, hij komt wel. Loris, get down! Die animatie, please! What? Am I doing it? Am I doing it? Ah, ik drifte, maar toen ging ik de... Gaat hij gewoon deze race zelf winnen en het kampioenschap nog meer koud? Wat gebeurt er? Ik donate €3. Yo, jouw matje gaat tekeer, maar je hebt je ogen dicht. Ja. Je hebt je ogen dicht! Hoi. Oh. Pas op voordat je het door is. What the hell? Daar gebeurt het niet op mijn scherm. What the hell? Meneer, kan ik u helpen? Meneer. Hey, wat bent u aan het doen? Moet ik voor u staan? Ja! Dat hielp ook nog. Wat? Wat doe ik? Wat ben ik? Ah, wat? Huh? Wat ben ik? Nee! Ja, Rijnbouw! Het is hem! Het is hem! Oh. Oh shit! Nee!
Waar kreeg je dat vandaan? Dat is insane! Hoe kunnen ze dat opgestoken? Lol! Ik heb hem gedown met mijn flare gun! Relax, jongen. Oh! Kom af, folks, hey! Nee! Wat? Au! Dan sla ik mezelf tegen mijn eigen headset.